Het aantal personen dat besmet is met het COVID-19 coronavirus is gestegen naar 8. Het laatste geval is gisteravond officieel bekendgemaakt op de COVID-19 website. Volgens verschillende bronnen gaat het om de Franse ambassadeur Antoine Joly. Als gevolg hiervan is een deel van het COVID-management-team, onder wie Danielle Feira van het Directoraat Nationale Veiligheid, in thuisquarantaine. Jerry Sleinhardt, coördinator van het NCCR, is vanaf vandaag belast met de leiding van het team. Tijdens de dagelijkse persconferentie gisteren zei volksgezondheidsminister Antoine Elias dat de 6e en 7e persoon die besmet zijn, in nauw contact zijn geweest met de eerste persoon bij wie het virus is ontdekt in Suriname. Deze patiënt was in nauw contact geweest met de eerste patiënt die positief getest was op COVID-19. Deze 6e patiënt was in quarantaine geplaatst alvorens zij symptomen vertoonde. Hierdoor is er zicht op het aantal contactpersonen van patiënt nummer 6 en kan verdere verspreiding makkelijk worden ingedamd. Verder moet ik u het goede nieuws geven. 2 positief geteste COVID-19 patiënten die in de IC te RKZ waren, worden binnenkort ontslagen uit de IC. Ze zullen op de klinische afdeling die speciaal gecreëerd is voor COVID-19 patiënten die herstellende zijn, worden opgenomen. Na een korte observatietijd zullen die dan gezond verklaard worden. De overige 4 positief geteste patiënten zijn in stabiele toestand. Infectioloog Steven Vrede benadrukte dat er nog geen medicijn is tegen het COVID-19-virus. Ook interferon, de medicijn die Suriname uit Cuba heeft laten halen, helpt niet tegen de ziekte. Sinds COVID in China is uitgebroken, zijn er vele medische opties geëvalueerd. En het medicament waar de minister het kennelijk gisteren over had, dat is het interferon. Dat is een van de medicijnen die als eerste zijn geprobeerd. En dat is in China gebeurd en dat is ook elders gebeurd. Maar er zijn ook een aantal andere opties. En er zijn inmiddels een aantal middelen waarvan men vrij zeker weet dat ze geen additioneel voordeel hebben bij deze ziekte. Dus dat wil zeggen, je kan ze net zo goed niet geven. Er zijn een aantal middelen die nog steeds in onderzoek zijn en daar hopen wij van dat we dat in de komende maanden daar precieze informatie over zullen krijgen. En ik moet u zeggen, inderdaad, interferon is een van de middelen waarvan nu eigenlijk de verdict is out, it's not good. En dat geldt voor nog een aantal andere middelen, dus dat zullen wij niet echt kunnen toepassen in Suriname. Infectioloog Steven Vrede gisteren op de persconferentie over het COVID-19-virus. Hij benadrukt dat het medicijn uit Cuba niet helpt tegen de ziekte.